maar mijn man mag er ook zijn hoor. Ja. Goed. Nou, fantastisch. Dank u wel, wat vriendelijk. Dank u wel. Ja, u mag ook gerust blijven kijken hoor. Mijn man en ik vertellen ons verhaal en dat is nogal spannend. Ik geef het zelf eruit. Goed. Zo, kom maar dichterbij hoor. Ja. Zo, wilt u misschien even op mijn man passen? Dank u wel. Goed. Het is niet het eindje. Ik wil terug. Waar gaat u? Otto, liefje. Ook een dikke jasje. Otto, wij zouden het gewoon voorstellen zoals we hadden afgesproken. Geen van de Nee, Otto. Ja, fijn dat u er bent. Dank u wel. En dan ben je ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen, profiteer ervan. Ja, 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 kom, laat je gaan. Referenties van die komt de maan. En van de muziek in vele landen, de Charlotte van ons. Waarde gasten, aan mijn rechterzijde voor. Links ziet u mijn man Otto. Ah, en aan mijn andere kant, mijn vrouw, hooglerares Vito Borist en dokter Hans Magister in de ongeluksbestrijding, Virginie Charlatan. En mag u een groot applaus voor Esmeralda. Hola, ja, wij zijn de Charlatans. Dank u wel, dank u wel. Waarde gasten, achter mijn man Otto. Ziet u, Otto, ziet u mijn bedovergrootvader, Jozef Charlatan. Hij was dirigent en hij deed hier ooit samen met zijn orkest mee aan een zeer belangrijk muziekconcours. Totdat zij allemaal verdwenen. Als u achter kijkt, dan ziet u taverende in den zwarte kat. Mijn vrouw en ik zijn hier sinds kort de kruidenierswinkel begonnen. Overdag kunt u hier alles kopen. Maar s'nachts... Op een nacht zongen wij wakker uit onze slaap. Omdat we vreemde geluiden horen. Sinister gerommel, gekras en gekraak. Toen wij uiteindelijk de moed bij elkaar hadden geraakt, zijn wij op onderzoek uitgegaan. Naar waar deze huiveringwekkende geluiden vandaan kwamen. In het donkere, achter de zwarte kat, daar vonden wij de stallen, de oude stallen. En in het donker zochten wij onze weg tussen kisten, manden en oude meubels. En daar, verscholen tussen die oude huisraad, daar vonden wij een stapel papier. Wat doe je? Nou, iets heeft mij gekrapt. Iets? Ja. Eens kijken. Ach, dat zal die zwarte kitten wel weer zijn. Ik zei al toch, dat beest is niet te vertrouwen. Dat kleine, lieve zwarte katje. Otto, vanaf nu laat jij die kat met rust. Ja. Nou, wat had je gevonden? Oh, ja, wacht. Het zijn... tekeningen. En van de oude abdij. Oh, ja. Oh. Ach. En een vaartje van de muziek. Ja. Ja. Wat is dat? Het is totaal onleesbaar. Otto, dat is niet onleesbaar. De... Nou ja, het zijn de papieren van mijn bed over grootvader Jozef. Nee, ik kan het niet lezen. Ja, tot diep in de nacht was Otto bezig met het ontcijferen van de aantekeningen van Jozef Charlatan. Ik was kruid aan het sorteren. In de verte hoorden wij het gedonder van onweer naderen. Ik liep naar het raam en staarde in het duister van de nacht.
Toen plotseling in een flits werd het bos hel verlicht. En daar... Ah, wat doe je? Wat zegt de Esmeralda?
zijn pokoe. En van Esmeralda, kom blijf maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze hand. Blijf profiteren ervan. Ja, 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 kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En van ons in vele landen de schaam. Dank u wel, waarde gasten. Dank u wel. Dank u wel. Goed. Otto Liefje? Otto Liefje. Kun jij nog iets zeggen over dat ze op de foto... Oh, ja, ja, ik snap het.